Wethouder Melissen van gemeente Tiel en directeur-bestuurder Herman Zuidendorp van wooncorporatie SCW legden zaterdag 24 september de laatste hand aan een graffiti-kunstwerk. Dat kunstwerk zie je het entree van het complex De Vier Gravinnen. De voorheen grijze betonnen wanden zijn opgesierd door een schildering dat een Toscaans vergezicht voorstelt. De bewonerscommissie heeft zich ingezet om het kunstwerk te realiseren en heeft kunstenaar Tom de Bruin uit Tiel bereid gevonden om het kunstwerk te maken. Door een financiële bijdrage van SCW kon het werk worden gerealiseerd. Nou ja, het idee was omdat hier natuurlijk een vier gravin is en het moest een beetje in gêne, een beetje de Toscaanse stijl worden. En toen dacht ik van nou, het is een heel donkere ruimte om in te rijden voor de parkeergarage en het donkere eruit te halen. Dus het idee was dat je zeg maar aankomt met de auto en dan rij je een dorp in en dan rij je de landen en de velden rij je dan in van Toscane. En als je weer uitrijdt, rij je weer langs het dorp, weer het dorp uit. Jij mag de top doen.